In de praktijk gaan er veel zaken mis met uitzendkrachten. Dit haalde VHP-parlementariër Harriet Ramdien vandaag in de Nationale Assemblée aan tijdens de behandeling van de wijziging van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten voor intermediairs. Ze merkte op dat er wettelijke regels zijn waaraan uitzendbureaus zich moeten houden, wat echter in de praktijk niet gebeurt. Ze sprak zich uit over de lange werkuren en de lage lonen. Je ziet dat arbeidskrachten nog steeds bij bepaalde bedrijven, bij bepaalde van de organisaties, nog steeds de lange werktijden kennen. Ze zijn echt onderbetaald. Een heleboel van ze werken met hele slechte werkuren. Ook de arbeidsomstandigheden zijn niet altijd wat het moet wezen. En als ik dit breng, zullen er mensen zijn die vooral uitzendbureaus en de contractors die gaan aangeven dat het niet zo is. Maar in de praktijk merk je, je hebt natuurlijk hele goede, maar over het algemeen merk je dat de arbeiders toch niet dezelfde behandeling krijgen zoals mensen die een vaste dienst zijn. Ramdien geeft aan dat uitzendkrachten dezelfde voorwaarden moeten krijgen als mensen die in vaste dienst zijn van een bedrijf. Ze vindt dat de overheid moet inkomen omdat uitzendkrachten zich niet kunnen bundelen in een vakbond. En wanneer we kijken bijvoorbeeld naar de overheid, dan zien we dat een van de taken van de overheid is zorgen voor wetgeving natuurlijk. En een andere zaak waarvoor de overheid moet zorgen is natuurlijk voor regelgeving ter begeleiding en bescherming van deze groep. En we weten dat bijvoorbeeld de overheid, om voor de begeleiding en voor de bescherming te zorgen, daarvoor arbeidsinspecteurs heeft. En daar begint dat ding nu. En daar baart heel veel zaken me zorgen. Want als we kijken dat vanuit het ministerie van Arbeid, van AWJ, er een namelijk arbeidsinspectie is, en die er moet zorgen voor de controle, waarbij deze groep een soort bescherming verdient, dan kan ik aangeven dat ik op zichzelf mijn eigen oriëntatie, dat matig en zwak is. Het gebeurt weinig. De controle uit arbeidsinspectie naar deze groep is matig. Ramdien vraagt zich af of de arbeidsinspecteurs die een paar maanden terug zijn benoemd al zijn ingezet. Ze benadrukt dat controle in de praktijk heel erg misgaat en daarin verandering moet komen.